Het duurzaam oplossen van de woningnood in Suriname geniet hoge prioriteit bij president Santokki. Het staatshoofd heeft gisteren samen met zijn team gesproken met Mark Romy, projectmanager van het landelijk woningbouwprogramma. President Santokki heeft een clusterteam van ministers en andere functionarissen de opdracht gegeven om binnen een week met concrete oplossingsmodellen te komen om de woningbouw verder te bevorderen. We moeten dit project gecommitteerd aanpakken. Het nationaal belang moet zegevieren, aldus het staatshoofd. De PAHO en de WHO vormen volgens president Santokki een cruciale partner voor Suriname in de inspanningen van het land om zijn gezondheidszorg te verbeteren. Het staatshoofd roemde gisteren de ondersteuning van de twee organisaties aan de gezondheid in Suriname tijdens de Health for All Fair, die het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de PAHO Country Office heeft georganiseerd. De gezondheidsbeurs werd in verband met de Wereldgezondheidsdag en de viering van het 75-jarig bestaan van de WHO georganiseerd. 1000 mensen in het district Wanica hebben vandaag een voedselpakket ontvangen. Het initiatief kwam van Gloria Liquichou, die aangaf dat de pakketten bedoeld waren voor noodlijdende gezinnen met meerdere kinderen of mensen met een beperking. Mensen die in aanmerking zijn gekomen, hebben eerder een tegoedbon ontvangen. De pakketten zijn gedoneerd door gelovigen in verband met Pasen.